De kloostertuin Brakkestein is genomineerd voor de Gouden Pyramide. Dat is de prijs voor bijzonder opdrachtgeverschap. Maar wat maakte de samenwerking met de opdrachtgever tijdens de bouw van de kloostertuin nou zo bijzonder? Patrick Barske van Ballast Nedam, het bedrijf wat in 2012 heeft samengewerkt met de opdrachtgever, de Nederlandse provincie der paters Jezuïeten, vertelt hierover. Opdrachtgever, dus pater Eduard Kieman, ook professor Dr. Anders op de Radboud Universiteit voor Economie, dus ook een scherpe man, had een hele bijzondere manier van samenwerken. Een hele open en integere manier van samenwerken. En die openheid bracht de pater ook in de praktijk op de bouwplaats. 'S Ochtends bij de bouwvergaderingen, als er dan elke week was 's ochtends een bouwvergadering, werd er altijd heel open en heel transparant nagedacht over wat is het beste voor het project. Dat werd ook uiteindelijk, ondanks sommige stevige discussies, werd er altijd na de hand samen geluncht, ook met alle adviseurs. Dus daar was heel veel ruimte voor, we zeggen, de menselijke maat. De aandacht voor het menselijke zorgde voor bijzondere elementen in het bouwproject. Zo zit er een houten handgemaakte trap in het gebouw en beschikt het over daken vol zonnepanelen. En volgens Barske was het ook leuker om te gaan werken. Je merkte dat het projectteam hier heel graag naartoe kwam. Het was een project waar daardoor extra aandacht heeft gekregen en dat zie je er dus nu ook wel vanaf. Als het aan Barske ligt, is deze samenwerking misschien wel dé gouden formule. Dus in combinatie tussen de technische vooruitgang plus de manier van samenwerken zien wij natuurlijk terug, liefst in terug in elk project. Wie de prijs uiteindelijk ontvangt, wordt 27 september in Den Haag bekendgemaakt.